Hallo kijkers van INT, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Overcross Attack 2 met Ido. Hallo Gent! En ja, we zijn vandaag weer hier in dit park. En nou ja, hoe ver ben je eigenlijk met de achtbaan eigenlijk? Een kwart. Een derde. Een derde. Dus ja, dat is nog niet echt waarvan je blijft al hoort, denk ik. Want ja... En met dat geld gaat dat... Nogal, ja. Redelijk. Ja, kan beter, vind ik. En dan krijg je weer een melding van bezoekers. Onze parkwaarde is wel verder omhoog gegaan. Ja. Ja, dat was al stap 1 waar we vorige aflevering mee bezig gingen. Alleen onze paarden nog redelijk smerig. Schmutzig! Oh, en ik heb inderdaad die synchronische actie. Waarom slopen mensen onze prullenbakken en bankjes? Ja, dat weet ik niet. Moet je ze vragen. En misschien doen ze het niet opzettelijk. Misschien gebeurt het gewoon alsof die bankjes gewoon al een half jaar er zitten of zo. En dan gewoon krak zeggen. Het zal wel heel apart zijn, want bankjes die moeten veel langer meegaan, maar oké. Als je gewoon te lang in het water laat zitten, zeggen ze ook op een keer. Plat. Ja, met water. Zullen er ook tsunami-mods zijn van rollercoaster? Waarom wil je een tsunami-mod hebben? Why? Ik word gewoon overspoelen met reacties ervan. Nee, ik weet niet. Ik zag op een forum staan of zoiets dat iemand dat een leuk idee vond. Ja, en ik weet ook niet precies wat mijn game heeft, maar misschien dat jij daar wat mee te maken hebt, want het zijn heel veel van die frame drops. Ja, ik ben aan het uploaden. Oh ja, nee kijk, ja dan weten we dat ook. Dat zei ik nog van jou, we nog naar begonnen, ik moet nog wel zo'n video uploaden. Oké. Mijn PC zei van, fuck off mate, do something else. You have no permissions to render. Ja. Driver error. Oké, dacht ik. En bedankt. Ja. Dus echt op 99% crasht die eventjes. Dat is ook echt typisch wat alleen mij kan gebeuren. Op school ook. Ja. Altijd wanneer iets crasht, is het echt 99%. Ik had het laatst met inleveren van een belangrijke schoolopdracht. Echt uploaden was tot er nog... Een seconde resterend. Boom. Is echt gecrashed. Ja, dan wordt het. Was... Nee, maar. Ja, dan. De docent had het uploaden gesloten. Alleen lopende verbindingen mochten nog doorgaan. Dat is zuur. En weet je wat de docenten zeiden? Moet je me ervoor zorgen dat het niet kan gebeuren? Laat eens even zien, ik weet niet hoeveel geld jij op het moment hebt, maar ik heb zo'n meer dan 660 euro'tjes. Dus ik weet niet ik of... Ik 507. Dus waarschijnlijk kun je al bezig met de 8 aan, denk ik. Of ga je eerst even wachten totdat je wat meer geld hebt? Ik wacht even wat meer geld hebben, zodat er wat meer onkosten komen. Ja. Ik hoop dat... En moet wat meer geld hebben eigenlijk. Ja, daarom hoop ik dat het binnenkort eens even bij jou gaat regenen. Dan ik bouw een stukje verder de achtbaan. Oké. Ik bouw wel een stukje verder, ja. Dat is wel een krijg ik een pushmelding van RuneScape. Waarom krijg je een pushmelding? Van een app die gesloten is. Oké. Ja, ik denk precies hetzelfde. Ik heb items op de GE verkocht, schijnbaar. Oh ja, nee, dat kan. Ik heb er bijna een stukje bijbouwen. Krijg ik nou weer van melding? Weet ik niet, want je lekt bij mij. Ja, ik krijg daar een melding binnen op mijn mail. Van een hele
van een soort van appmelding van Apple, terwijl ik niet eens een Apple mobiel heb. Oh ja, die kijk ook echt dagelijks. Is soms wel 6, 7 keer per dag. Dan moet je een betaling doen of zo van $70. Ja, zoiets ja. Er stond ook iets van $35 op voor Mobile Legends of zo. Ik denk van, ten eerste, ik heb een Apple en ten tweede, dat spel speel ik niet. En ten derde, ik ken dat spel niet eens. En ten vierde, ik ben er niet eens geïnteresseerd in. Als jij mijn spambox ziet, dan weet je niet hoeveel rare mails daarin zitten. Nou, als je mijn mail ziet, dan zitten er op een moment iets van 2000 ongelezen berichtjes nog in. Maar dat is echt van een hele tijd geleden, want daar had ik er gewoon geen zin in om dat allemaal te moeten lezen en zo. Nou, weet je, als je mijn spambox ziet, dan zit het nu op dit moment van de afgelopen 7 dagen bij de 4.000-5.000 mails in. Damn. En er zit gewoon een filter op, na 14 dagen wordt gewoon de spammails weggeflikkerd. Oké. Okay. Oh, we zitten al. Volledig automatisch. Hoef ik niks aan te doen. Ja, en we zitten alweer in jaar 2. Ach ja, we hebben tot jaar 4, dus in principe komt dat wel goed. Hoe lang zijn we bezig dan? We begonnen nog in oktober. Met deze video zijn we in oktober begonnen, ja. Hoe kan het nu al maat zijn dan? Nou, omdat die niet door de winter gaat. Van november tot februari. Die maanden skipt hij gewoon. Oh, is me nog nooit opgevallen. Ik weet ook eigenlijk helemaal niet waarom ze dat doen. Maar meestal is dan een pretpark gesloten, behalve als je de winter Efteling heet. Ja, oké. Okay. Eigenlijk mis ik wel sneeuw in de rollercoaster. En, oh, ik wou net gaan vragen hoeveel geld heb je? Maar het begon je alweer bij bouwen. Ik wou dat eigenlijk al van vragen, maar ja. Ik heb Aqua bijna klaar. Maar bijna zie je helemaal. Maar het had alleen maar Shadowball. Ja, precies. Ik heb weer 470 moet ik hebben, dus nog ongeveer 150 erbij. En daar ben ik bijna klaar. Alleen nog een keer een attractiefoto gedeelte te doen. Oh ja, dat is ook wel. Ja, een heel beetje omhoog en dan gaat het via dezelfde route weer terug. Ja, en de volgende achtbaan die maak ik dan nog wel een keertje, mochten we wel wat meer geld hebben. Ja, dat is een beetje het probleem. Sommige attracties lopen voor geen ene meter. Ja. Zoals die Rotodrop, die loopt gewoon niet. Maar heeft dat waarschijnlijk ook een speciale reden ervoor? Nou, de betrouwbaarheid is nog wel redelijk hoog. 83%. Ah, misschien dat we hem wat lager kunnen zetten? Misschien. Nou, nu, wie staat er weer? Maar het is in de wachtrij. Ja, er zijn heel wat mensen die zeggen dat ze het eng vinden, die attractie. Die daar net iets te hoog is. Zal ik hem even wat lager maken? Dan krijg je gelijk nog wat geld erbij. Ja, doe maar. Even zien, dan maak ik hem gewoon 39 meter hoog. Vind ik wel prima. Testen en open. En ik kan nu die foto doen. Kost 150 voor een simpele foto. What the actually heck? Nu de foto's. Ja. Ik heb meer dan 75 foto's verkopen om dat terug te verdienen. Maar toch maken we winst de afgelopen maanden. Wat? We hebben de afgelopen maanden wel winst geboekt. Ja. Never mind. We staan in de min. We gaan dan beginnen met mensen weer. Ja, rood tot drop 1 vind ik te eng. Maar we gaan nu wel wat meer mensen zien. Ja, de verticaal ontstoppen, dat vinden mensen niet eng. Ja, maar dat is een andere soort G-kracht. Ja, oké. Okay. Andere manier. Maar wel dezelfde G-kracht, maar een andere manier. Want ja, bij die verticaal ontstoppen, dan word je eigenlijk gewoon de lucht in gelanceerd en dan ga je weer naar beneden. En nou ja, die rode drop, dan val je eigenlijk nou gewoon naar beneden. That's it. Ja, dat geeft een heel ander effect.
Zo met een skilift. Als jij met een skilift naar boven gaat, dan weet je dat je voet op de vloer blijft of je voeten gaan van de grond af. En hier is het gewoon niks van. Bonsai! Bam! Beneden. Het heeft natuurlijk wel een heel ander effect. Ja. Ik heb bijna genoeg. De achtbaan gaat echt stapje voor stapje. Ik kan ook wat geld gaan lenen, dan heb ik hem snel klaar. Ja, doe dat maar. Oké, ja, dat is wel hoog genoeg. Godverdamme, ik kom net op daar. Nee, vind ik wel voldoende, hè. Ja, vast wel. Want dan gaat natuurlijk ook vette koude lucht in. Dan gaat de snelheid er wel heel hard vooraf. Als je dan gewoon schuin omhoog had gedaan, ja, dan. Dan kan die meestal langer hoor. Ik weet eigenlijk niet hoe dat het eigenlijk kan bewerken met physics. Dus in sommige gevallen, laat ik maar zeggen. Waterkracht. Ja. Nieuw. Jij zei het was goed. Bij deze, ik heb niks gezegd. What the fuck? Bijvoorbeeld als er een mens in zit, dan ga je paard, weet ik, echt heel hard omlaag. Nu niet. Puur omdat er geen mensen in zitten. Ik heb hem lager gemaakt, de eerste heuvel. Oké. Alsnog vind ik wel aardig hard gegaan. Ah, maar hij haalt het. Haalt hij hem terug weg ook? Dat is het andere. Oh ja, dan haalt hij. Oké, top. Is safe. Lang genoeg. Dat zeker. Waar heb ik over in nagedacht? Ja, dat is. Geen plek voor de uitgang. Ik heb ja. hem iets te strak langs gebouwd. Ja, maar een uitgang die staat. Ja, oké. Uitgang die stond er al mee. €2,50 voor een foto. Vind ik duur genoeg. Onze eerste achtbaan in jaar 2 gaan we helemaal compleet. Nee, compleet af. Voor mij mag die open. Van mij ook. Alles goed is ingesteld, dan komt het niet. Vinden mensen daar nog te eng? De eerste gaat erin, bij mij. Ja, bij mij ook. Maar ook echt daar houdt het dan de tweede. Maar ik denk dat ik even wat meer paden aan ga leggen. Een beetje, ja, hoe zeg ik dat? Rond die ruimteringen en zo. Dat er gewoon nog even een pad omheen loopt. Zodat mensen wat meer te lopen hebben en omdat het dan wat minder druk is. Nu heb ik één groot mierennest. Precies. Mogen we wat van mij te lopen hebben? Maar als ze niet helemaal naar achteren toe rennen. Nee, ze komen bij die lange Jan weer terug. Ik heb meteen een nieuwe monteur aan en een schoonmaker. Oh, volgens mij hebben die meer veel money. Nee, dat heb je heel goed gezien. Ja, bij mij zit ik nog zo'n 150 in de plus. Ik zei in de min. Maar weet eens, die nieuwe achtbaan gaat nu ook lopen, dus. Met foto's. Ja, en al die mensen lopen die dat pad af en die denken van, dit is gewoon doodlopend. Ik had de AI al slimmer geprogrammeerd. Ach Maar dan ja. gewoon nu verder recht doortrekken of zo. Ja, gewoon nog een stukje verder door en dat zit.
Dan hebben ze gewoon wat meer ruimte, meer te lopen. Zo. Een vliegachtbaan. Kan een achtbaan vleugels hebben en dan gewoon wegvliegen? Ik zou hem met het vliegtuig kapot slaan. Oh. Wat irritant is, als je s'nachts probeert te slapen en er zit zo'n hele vervelende vlieg. Zoom, zoom. Nou, niet alleen vliegen, muggen. Heb je zo'n last van? Ik heb overal horrors voor de ramen. Ja, ik ook al, maar ze weten toch altijd binnen te komen. Bij mij wel eens niet. Ik heb nu al 2 jaar last, geen last meer gehad van muggen. Oké. Nou, ik ga even weer bankjes op dat pad neerleggen. Maar ik... Neerleggen? Ja. Als ze neerzetten, kunnen mensen erop gaan zitten. Ja, behalve... En ik zit er een schoonmakertje op. Maar ik heb zo'n gevoel dat, dat ze toch wel weer gaan slopen. Ja. Misschien dat we daar ook nog wat kaampjes kwijt kunnen bij die ruimteringen. Uiteindelijk is dat best wel een goed idee eigenlijk, maar ik ga eerst een bewaking erop zetten. Ja, en dan ga ik ondertussen deze aflevering weer afsluiten. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en abonneer je op ons kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.